My expectations, I really have none. This Liberation concert, 17 years now, and it has always went off really, really good. I look forward to meeting the citizens of the Netherlands that takes care of our fallen here, and just to renew that friendship and let them know that the American Battle Monuments Commission, the people of the United States of America appreciate them honoring and keeping alive the memories of those that's interred here in the cemetery. So that's what I look forward to. George, hoe kijk je terug op het concert? Ja, bijzonder. Bijzonder concert. Heel tevreden. Zo had je het eigenlijk bedacht, een jaar geleden. Hè, als je begint met alles. Als je Emma Kok benadert al in januari van dit jaar. Als je met de Johan Willem Friesers samen zit. Dan kan je alleen maar dromen op zo'n uitkomst als dit. Opkomst heel goed. Ja, nee, we zaten al bijna 3000 bezoekers. Normaal zitten wij rond de 1000. Dus je ziet wel dat zo'n verandering in het programma dat iets teweeg brengt. Zeker met Emma. Lokaal, regionaal. Een naam als Nico, wat natuurlijk heel veel doet. Maar ook een programma. Wat je dus ziet, dat we inderdaad naar een klassiek modern programma nu gaan. En ik zag heel veel jeugd zitten. Gelukkig. En daar gaat het eigenlijk om. Hè? Dat je die boodschap van die muziek, van die verhalen, overbrengt op die jeugd. En die waren er, ja. Ja, Emma, hoe ging het? Ja, volgens mij goed, denk ik. Dus ik vond het superleuk. Hoe was het dan te doen? Ja, supermooi. Het is een hele grote eer om hier te staan. Dus ik had het heel erg naar mijn zin. En je hebt ook een aantal nummers gezongen. Heb je die zelf gekozen of heb je dat met de organisatie gedaan? Eigenlijk zeiden hun van ga maar eens op zoek naar liedjes die hierover gaan. En toen hebben we dat gedaan. En het moet wel altijd goedgekeurd worden door Amerika, omdat het natuurlijk Amerikaans begraafplaats is. En het is toen gebeurd en toen heb ik het mogen zingen. Maar natuurlijk was je daar niet meer bezig. De strijd in Normandie had honderden van je kameraden het leven gekost. Ja, het is toch altijd emotioneel. Je bereidt je erop voor en je hebt het stuk geschreven, je hebt het met elkaar besproken. En als je dan al die verhalen al hoort die eigenlijk voor jou gaan en je bent zelf aan de beurt. Het is niet alleen het verhaal van Robert Cole, maar het zijn ook alle verhalen vanuit je eigen ervaringen. Weet je? Ik heb ook een aantal mensen moeten achterlaten in Afghanistan die ook het hoogste offer hebben gebracht voor de veiligheid en de vrijheid van anderen. En dat is dan, ja, dan zinkt het gewoon wel eventjes bij je in, ja. Dus dat is wel, moest af en toe wel even wegslikken, ja. Volgend jaar is het 80 jaar na de bevrijding. Komt er dan iets speciaals? Ja, daar kunnen we nu nog weinig over zeggen. We weten dat we 15 september volgend jaar weer een concert hebben. Het 18e Liberation Concert. Een groot concert, want het is een lustrum. Maar één keer in de 5 jaar hebben we zo'n grote concerten. We zijn daar nu mee bezig en we hopen daar binnenkort meer over te kunnen vertellen. Ja. Well, the staff and the folks back in Washington are working. I have no idea what's being worked on. But I'm sure there is. It gets better every year. And the Netherlands play a huge part in making it better every year. It would not go off as well as it has been for 17 years without the great cooperation between the ABMC and the folks of the Netherlands.